Defensie recruteert op grote schaal computerexperts om een heus cyberleger uit te bouwen. Op termijn zullen er bij Defensie 200 cyberexperts werken. Ze moeten het land verdedigen tegen digitale aanvallen. Vraag is wel waar het leger al die informatici gaat vinden. Defensie is op zoek naar experts in cybersecurity. Alleen al dit jaar verschenen er 30 vacatures voor jobs bij het Cybersecurity Operations Center van het leger. Op termijn moeten er bij Defensie zo'n 200 cyberexperts werken. Ze hebben ongetwijfeld ook een groot arsenaal IT-systemen. Systemen die verbonden zijn om bepaalde zaken uit te voeren of bepaalde acties te controleren. Het afschermen van die systemen voor onbevoegde toegang of eventueel directe aanvallen is uiteraard essentieel. Want in 2013 zagen we nog hoe de Britse geheime dienst tot diep in de systemen van Belgacom binnengedrongen was, met een hardnekkig virus voor afluisterpraktijken. Recentelijk hebben we nog een paar grote ransomwares gehad die wereldwijd wel een impact hebben gegenereerd. Dit telt natuurlijk voor elk bedrijf. Zowel privé als overheidsinstellingen konden daardoor geïmpacteerd worden. Uiteraard dienen overheidsinstellingen en ook Defensie met dezelfde nodigheden en hetzelfde materiaal te beschermen tegen dit soort van aanvallen. Dus is het nodig? Ja, ongetwijfeld. Andere landen, niet in het minst Noord- en Zuid-Korea, hebben al veel langer een cyberleger. Vaak proberen ze daarmee gevoelige militaire informatie van andere landen te weten te komen. De cyberexperts in België zullen in eerste instantie militaire doelwitten verdedigen, zoals wapensystemen en communicatienetwerken. Vraag is wel waar Defensie die 200 experts gaat vinden, want er is wereldwijd een groot tekort aan. Er worden cijfers gelanceerd dat tegen 2020 meer dan 1,5 miljoen mensen tekort zullen zijn met dit soort van kennisdomein. Ze gaan op dezelfde vijver vissen waar dat er andere bedrijven al lang op vissen, de privé zal ik maar zeggen. En wij als consultancybedrijf zijn ook natuurlijk constant op zoek naar de juiste profielen. Dus dat is voor ons nu al een uitdaging. Het feit dat er 200 profielen gaan bijkomen, die zij moeten gaan zoeken, zal zeker vast niet makkelijk zijn. Defensie stelt alvast geen hoge eisen wat diploma's betreft. Ze voorziet intern opleidingen, onder meer bij een speciale NAVO-dienst in Estland.